Veronica komt naar je toe deze zomer. Deze week kaarten voor de Veronica Express. Welkom. Dit is Veronica. We love you. De Bonanza. Dit is Veronica. Dus we zijn alweer voor drie kwart gevuld. Dus als je nog een bijdrage wilt leveren, laat het weten via de app van Radio Veronica. Ondertussen ga ik naar Marieke Overzet. Hallo Marieke, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben de hele dag in mijn hoofd al bezig met de vraag: wat zou Marieke Overzet graag willen horen vandaag? Allors en dans van Stromae. Nou ja, ik hoop dan ook nog dat er een mooie reden volgt. Ja, vertel eens. Ja. Nou, ja, ik zou met mijn zoon naar Stromae in november. Eindelijk, na zoveel jaar. Ja. En ja, nu werd hij weer afgezegd omdat hij ziek is. Ja. Dus dat vond ik wel heel jammer. Ja. En ik had zin om te dansen. Nou, ga je gang. Valt wat te lachen. De Veronica Express. The theme from S-Express. Gisteren hadden we de RR-Express van Rolls Royce. Allemaal bij de Veronica Express. En het heeft een kleine link met dit nummer. Want er zit een nummer van Rolls Royce onder de S-Express. Is it love you're after? Tuurlijk, ja, tuurlijk. Je zit in de Rolls Royce sferen. A theme from S-Express. Die geldt als trein. 9 juni, dan gaan we op pad. Eens even kijken of we nog een paar mensen mee kunnen nemen. Ja, live bellen. Oh, als nu je telefoon overgaat, jongen. Ja. Neem dan op. Goedemiddag, u spreekt met Anna. Goedemiddag, met de S-Express, met de Veronica Express hier. Goedemiddag. Hallo. Kan dit ook het telefoonnummer van Hendrik zijn? Is dat hetzelfde? Dat klopt. Ah, nou dan is het goed, want Hendrik die heeft zich gemeld. Omdat hij graag met de Veronica Express mee wil. Wil jij ook mee? Anna? Jazeker. Ja, 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 ja. Godzijdank. Ja, en een setje neem ik aan dan, Hendrik, Anna? Hij is mijn vader. Oh, je vader zelfs. Oh, ja, nou. Wat grappig. Ja, dus gaan jullie dan allebei mee? Moeten we dan voor twee reserveren dan? Heel graag, als het kan. Nou ja, dat hebben we dan net geregeld, ja. Officieel. Zeg jij het ook even tegen je vader? Ja. Zeker, komt goed. Ja, ja hoor. Ik vertel je dat je daar Ilse de Lange ook gaat tegenkomen. Sven Hammond ga je er ook tegenkomen. Bertolf is net toegevoegd. Ja. Je gaat Marlon Pichel tegenkomen. Superdof. Blackbird, Thijs Boontjes en Jana Mila gaat allemaal mee. Ja. Ja, het wordt top. Ja, heel tof. Okay. Ik zou wel even vrij nemen, want het is een hele dag. Ja. Helemaal goed, komt goed. Oké. Ik heb er zin in. Ja, wij ook. Doe je vader de groeten. Zal ik doen. Oké, tot 9 juni. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Veronica. De droom leeft voort. Hoe dat ook, we gaan heel veel Veronica aanstaande zaterdag de Bruce Springsteen de top 50 doen, dat je dat vast weet. En in de tussentijd moet ik zeggen dat we ook nog eens moeten zoeken naar een nieuwe ochtendshow. Niet goed? Ik dacht top 40, maar is het top 5? Oh, zijn er 40, sorry. Ja, oh ja, ja. Oké. Okay, ik wou zeggen, anders moet ik er even iemand van de vormgeving bellen. Nee, het zijn er 40. Oké. Okay. Ik vertel me wel vaker met dingen. Ja. Nee, even lang verhaal kort. We zijn nog steeds ook op zoek in de tussentijd naar een nieuwe ochtendshow. Ja. En ik denk gewoon, soms moet je niet heel ver zoeken. Ik denk hem gevonden te hebben. Oh, laat horen. Ja, hij komt bij de lokale omroep Almere vandaan. En nou, ik hoorde vandaag de hele dag op het nieuws dat mensen last hadden van de pollen. En als je dan gewoon een DJ bent en je hebt daar last van en je gaat toch gewoon door, je zet stevig door, dan kom je in aanmerking. We noemen hem even voor het gemak DJ Pollen, maar in het echte leven heet hij Johan. Dit is Almere On Air. Almere On Air. Ja, doorzetten. Ja, dat was de nieuwe single van Ilse de Lange, Confetti Shotgun. Ja, die was vorige week bij de Libelle Zomerweek ook ten gehore gebracht. Maar oh, wat klinkt zij heerlijk live. Dan gaan we nog heel even een klein berichtje pakken. Ik probeer mijn beste doen. Want ik kreeg zojuist de hooikoortsaanval. En dat gooit wat roet in het eten in de uitzending. Oh, top. Dus af en toe zal de camera even wegdraaien, want dan kan ik even wat? Rustig mijn neus snuiten. Oh, oh. Maar goed. Oh. Zoals de nieuwkomers. Ja. Is er ook een nieuwe talkshow geraamd. Nieuwkomers de taal leren, werk zoeken en vrienden maken. Helemaal opnieuw beginnen in een vreemd land kan soms lastig zijn voor nieuwkomers. Daarom slaan Avanti, de gemeente Almere en de Welkom-app de handen in elkaar
om de nieuwkomers welkom te heten. Hoe ja, en ook de app, welkom app, kunnen onder andere Oekraïners en andere vluchtelingen makkelijk contact leggen tussen instanties, bewoners en met elkaar. Goed, we gaan verder met Radiohead en Karma Police. Het is dat bijzondere plaatje dat jij graag wilt horen. Als ze het draaien, maakt het jouw dag weer goed. Op Veronica met Rob en Caroline. Het is Bonanza tijd. De wijn is binnen. Radio Veronica. Ook via DAB+, de app, je smart speaker en radioveronica.nl.